Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij het tweede seizoen van Heb je zin? Dit is aflevering 5. Vandaag oefenen we de grammatica van hashtag Dutch Grammar 2, les 17. En we herhalen de grammatica van hashtag Dutch Grammar 1, les 9 en 10. Al deze lessen gaan over het bijvoeglijk naamwoord. Terwijl Ching met Marieke en Annika zit te kletsen, is Martin buiten. Hij neemt afscheid van zijn vriend Lars. Want Lars reist vanavond al naar Amsterdam Centraal Station. Hij heeft morgen een vroege vlucht vanaf Schiphol. Dag Lars, hoe waren je 2 weken? Nou, ik heb zeker geen slechte tijd gehad. Het was een leerzame periode met veel gezellige avonden. Maar ook een rustige omgeving met veel mooie natuur. Ik hou echt van het Nederlandse platteland. Heb je veel van Drenthe gezien? Ja, ik ben naar Orvelte geweest. Dat is echt een leuk dorp. En we zijn ook uit geweest. Naar een Chinees restaurant en naar een lokale bruine kroeg. Met goede muziek en lekker bier. Mooi, ik ben blij. Dan was het geen slecht advies om hier Nederlands te leren. Zeker Martin, ik ben je erg dankbaar. Ik heb een leuke tijd gehad. En hoe is het met jou? Je bent zo vrolijk. Heb je al met Marieke naar de maan gekeken? Nee. Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld. Oh? Lars herinnert zich wat Ching vanochtend in de les zei. Martin was verliefd op Marieke. Imperfectum. Maar meer zei Ching niet. Kun je me iets meer vertellen? Ben je nu nog verliefd op Marieke of niet meer? Maar Martin kan niet zeggen. Dat heeft hij Ching beloofd. Dus begint hij over iets anders. In oktober speelt het Nederlands elftal tegen Zweden in Stockholm. Daar wil ik heen. Huh? Nou ja, Lars begrijpt het. Oké. Nou, wat leuk dat je naar Zweden komt. Dan kunnen we samen gaan en je kunt bij mij blijven slapen. Ja, leuk. Nou Lars, dan wens ik je een goede reis terug. Dankjewel. Tot oktober. En veel succes met de liefde. Dan loopt Martin verder naar het huisje van Ching. Hey, daar is Gianluca. Met een bos bloemen. Hoi Gianluca, zegt Martin opgewekt. Hoi Martin. Nou, Gianluca heeft een mooie bos bloemen voor Marieke gekocht. Hij weet dus nog niet dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt. En hij weet het nog niet van Martin en Ching. Hij denkt waarschijnlijk nog dat Martin Marieke ook wil. Hoe gaat dat verder? Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord de ene keer wel op een e eindigt en de andere keer niet? Dat is iets wat veel mensen fout doen en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken. Want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. Kijk nog eens goed naar deze lessen van hashtag Dutch Grammar als je het moeilijk vindt. Tot de volgende keer bij Heb je zin. Doei!